Nou ja, ik heb niet alle 80 verhalen gelezen, maar wel de 12 genomineerde verhalen. En ik heb me verbaasd over wat er allemaal in die verhalen gebeurde. Ik las over sprekende dieren en heel veel dode mensen en moord. En zelfs het einde van de wereld werd aangekondigd. Dat zijn grote onderwerpen voor in kleine verhalen die passen bij de opdracht, namelijk verhaal schrijven over het thema oproep. En ik dacht zelf meteen aan de beginzin van Voer voor Psychologen. Die luidt, ik was 18 toen er gebeld werd. De eerste quizvraag is dan, wie schreef Voer voor Psychologen? Is er iemand die dat weet? En die dat durft te zeggen? Moelis? Harry Moelis, juist. Dat is al... Ik ga door voor de sapcentrifuge. Maar ja, gelukkig ben ik niet degene die moet bepalen wie het beste verhaal heeft geschreven. Dat doet de jury dit jaar voor het laatst onder leiding van voorzitter Frits Boy. Tot enkele jaren geleden zei ik gewoon nog meneer Boy, zoals ik dat op het basisseum gewend was. Want Frits is mijn oude, eigenlijk piepjonge leraar Nederlands. Dames en heren, jongens en meisjes, wij leven in een kijk- en luistermaatschappij waarin we elkaar... korte berichten via e-mail, sms, Facebook, Skype en noem ze maar op, doorgeven. Het is allemaal kort en haastig. Dat is jammer. Aan het schrijven van serieuze verhalen komen de meeste van ons niet, of nauwelijks toe. En ja, dat is eigenlijk heel jammer, omdat het schrijven en lezen van deze verhalen, maar ook van gedichten, onze fantasie prikkelt. Onze kennis verdiept en onze woordenschat en taalbeheersing vergroot. En daarom is het heel goed dat er verhalenwedstrijden zijn, zoals hier in Waal. Een algemeen juryrapport luidt als volgt. De jury was meer dan tevreden over de resultaten van de verhalenwedstrijd dit jaar. Er zijn maar liefst 77 verhalen ingestuurd. 70 door volwassenen en 7 door jongeren. Het laatste was een geweldige verhoging. Want vorig jaar was het er 1. Bert had het over beginzinnen. Nou, dit is ook een geweldige beginzin. De bureaustoel van Mark draaide overuren. Nou weet één van u wie gewonnen heeft. Het is Romy van Dongen. En het verhaal heet De Millennium Mug. Was je erg verrast dat je de eerste prijs had gewonnen? Ja, ik was wel verrast, ja. Ik had het niet verwacht. En nu komt er dus ook nog de publieksprijs. Die kwam er ook nog bij. Dat kan helemaal niet verwachten. Dus dat echt... die er ook nog bij zou komen. Dat is wel een hele grote verrassing in ieder geval. En heb je eerder aan verhalenwedstrijden? Ja, ik heb wel eerder voor wedstrijden geschreven. En ik heb ook sommige schrijfwedstrijden gewonnen. Zoals bijvoorbeeld Talent voor Taal, dat is een schrijfwedstrijd voor jongeren. En ik ben in 2015 ben ik genomineerd geweest voor de VPRO Bagagedrager. Wat is dat voor prijs? VPRO Bagagedrager? Ja. Dat is ook een jaarlijkse verhalenwedstrijd? Ja, dan moet je een reisplan insturen en dan kiezen ze de 5 beste reisplannen uit. En dan mag uiteindelijk 1 iemand mag dan ook echt op die reis, maar ik heb uiteindelijk niet gewonnen. Aankondigen wie de winnaar is van de Baanse Literatuurprijs. En ik begin met het voorlezen van het juryrapport. Dit verhaal neemt de lezer mee naar een uithoek van Nederland waar de jonge Frank opgroeit, in een streng gelovig gezin. Moeder heeft de voortekenen gezien in de wolken en de sterreloze nachten boven Oude Pekela. Een verrassend plot ontbreekt, maar vanwege de stijl en de uitwerking van het thema verdient het verhaal Paradijs volgens de jury unaniem de eerste prijs. En het is geschreven door Monique Wels.
altijd al met schrijven bezig geweest? Ja, eigenlijk ben ik altijd al vanaf jongs af aan met schrijven bezig geweest. Alles met taal vond ik interessant. En, ik heb vaak korte verhaaltjes geschreven, maar ook wel eens gedichten. En toen ik hoorde dat ik hier uitgenodigd was, voelde het een beetje alsof ik naar het boekenbal mocht. Echt geweldig, heel leuk. En natuurlijk ontzettend verrassend dat het zo is uitgepakt. Ja, heel leuk. Ja, u heeft het kunstwerk van Humphrey Bennett gekozen. Ja. Kunt u daar nog iets over vertellen? Ja, dat is zo'n beetje een gevoel. Ik heb sowieso wel iets met bomen, dus dat zit wel gauw goed. Ja. Dus dat sprak gelijk wel aan. Ja, mooi schilderij.